prachtige lucht, prachtige lucht na een hele stormige, rommelige dag. Yes! Oké, we zijn er weer. We zijn terug op de Brouwersdam, waar ik een paar weken geleden zat om foto's te editen hier een stuk verderop. Ik heb nog een foto gemaakt van deze pier. En we zijn nu terug om er met hopelijk iets betere condities weer een foto van te maken. Alleen, het is even terugzoeken waar ik toen die compositie, die foto heb gemaakt. En ik denk hier zo, maar ik weet het niet zeker. We gaan gewoon hier opzetten. We gaan die foto maken. En dat is de vlog van vandaag. Want meer is er eigenlijk niet. Ik denk wel dat het... Ik heb het gevoel dat het meer hier was. Maar de stenen zijn niet. En nou heb ik weer door mijn eigen compositie gelopen. Agar. Goed, dit wordt hem. Hier zo. Ongeveer iets in deze richting en heb ik hier net doorheen gelopen. Wat natuurlijk super jammer is. Het is vandaag ontzettend slecht weer geweest. De vlog van 2 weken geleden heb ik net 1 uur geleden opgenomen. We gaan nu verder nog eventjes. Dus het was super duper winderig en waaien. Ja, dat hetzelfde als windig zijn. Het heeft heel hard geregend en alles. Dus nu net begint het einde van de storm ons te bereiken. En het begint zelfs wat blauwe lucht door te breken. Zo, en nou hoop ik, van de wind. Nou hoop ik dat de zon net nog door de wolken kan komen als hij ondergaat en de lucht extra kan verlichten. Maar nu is het ook wel echt super mooi. We gaan gauw opzetten, kijken wat we ervan kunnen maken. Kijk, ja, die is eraf, wijd. Ja, dit is wel de compositie van vorige keer. Zo. Ah, dat is wel, de lucht is super goed nu, toevallig. Dit is de compositie waarbij er een paar stenen in de voorgrond liggen en loopt weg over de pier naar de verte, richting de wolken. Zo, terwijl het inmiddels weer begint te regenen. En het weer slechter wordt. Maar goed, dat maakt voor deze foto niet zo heel veel uit, denk ik zo. Ik heb zo'n flauw vermoeden dat we 2 belichtingen moeten gaan maken, want de lucht is heel fel en licht aan het worden. En het komt toevallig ook wel goed uit met de focus stack, want ik moet ook een focus stack maken denk ik, voor de voorgrond en eentje voor de achtergrond. Dus dat betekent dat ik een foto maak voor de voorgrond, waarbij ik ook belicht voor de voorgrond. Dus die mag net even in mijn histogram overbelicht zijn, dat is niet erg. Zo, dat is prima. Die focus ik op... Nou, niet de voorste steen, maar 2 erachter. En dan verwacht ik wel op F16 dat het meeste scherp is. Het waait best wel, dus ik ga proberen mijn camera wat af te schermen van de wind. Zo. Dat is 1 foto. Nou, wel echt zonde dat ik nu net hier zo naar de voorkant ben gelopen, waar er allemaal van mijn voetstappen staan. Maar ja, dat moet wel te doen zijn om die weg te photoshoppen. Dan gaan we nog 1 tweede foto maken in de achtergrond, waarbij we scherpstellen op de pier, of ja, op het einde van de pier, die helaas vanwege die vervorming van die wijde hoeklens best wel krom komt te staan aan het einde. Maar goed, dat is ook weer een Photoshop dingetje. En die gaan we verder wat onderbelichten eigenlijk, maar zodat in ieder geval die lucht in de achtergrond mooi belicht is. Oké, okay. Dus we hebben 2 foto's. Wat een goede basisvorming. Ik denk dat we de compositie nog iets aan kunnen scherpen. Door misschien iets lager te gaan en iets wijder. Kijk hoor. Ja, dat is altijd toffer. Het is vaak als je met een wijde hoeklens wat dichter op je onderwerp gaat zitten en wat wijder gaat, dan popt dat veel meer uit het beeld en wordt het een veel sterker onderwerp. Dus dat heb ik nu gedaan. Dan zitten we hier beneden inmiddels. Goed. Klein beetje naar beneden nog. Zo. Oké, en dan gaan we in principe hetzelfde doen. Nog een klein beetje anders plekje vinden. Zoiets, denk ik. Zo. Oké, doen we nog een keer hetzelfde. Ik focus in eerste geval eerst op de achtergrond. Stond hij nog op. Zorg ik dat mijn belichting goed is voor de achtergrond. Dus dat is 1/10 van de seconde in dit geval. En dan maak ik nog 1 tweede belichting en een... tweede focus op de voorgrond meer. Zo. En dat is inmiddels op zo. Dat was 1/4 van de seconde. Weer goed even voor de camera gaan staan.
Ja, dat is al een stuk beter qua compositie. Gaan we nog iets meer overtreffen. Nog iets wijder en nog iets dichter erop. Dus we gaan nog een klein beetje lager naar de grond. Oké, deel 2. We gaan dus nog dichterbij op de voorgrond zitten. Daarbij ga ik wel voor scherp zijn op alle voorste steen. Die moet sowieso scherp zijn. Oké. Ja, dat is goed qua belichting zo. Weer goed afschermen. En dan maken we weer een belichting en een focus op de achtergrond. En die maken we weer donkerder. Zo. Oké. Cool. Dan ga ik eens in de laptop eens bekijken welke ik de beste vind. En dat krijgen jullie nu dan te zien. Tijd voor de laatste foto van vandaag. En dat is uiteraard weer dezelfde pier. Dit keer heb ik even de lange lens erop gezet. Omdat ik dan wat meer dat einde van de pier beter kan isoleren. Ook hier, ja, het blijft een moeilijke belichting. Het verandert niet. Nee, ja, oké. Okay. In dit geval heb ik de pier die als lijn door het beeld, is eigenlijk best wel brede lijn door het beeld, leidt naar, naar dat ding in het einde. Dat, ja, wat is het eigenlijk, al bijna geen idee. Maar ik zie nu dat precies de top staat precies gelijk aan een wolkenbank en een achtergrond. Dus ik ga even iets naar beneden toe. Het is heel koud. Zodat dat loskomt van elkaar. Hoop. Schuim vliegt om me heen. Ja, dat is net iets beter. Sorry. Ik voel alsof ik net niet helemaal op de goede plek sta. Ik voel net een beetje uit balans allemaal. Maar het is even het beste wat ik ervan kan maken op dit moment. Zo, gaat een hond even lekker zwemmen. Adem ook niet. Hop. Alles water sproeit omheen inmiddels. Ja, sorry dat dit een beetje een hectisch verhaal is vandaag. Het is nogal heel erg winderig. En het is een beetje reageren op de omgeving. Dus het is lastig om er echt goed iets van te maken. Maar het is echt een prachtige... prachtige wolkenlucht en er komt een flinke hoosbui daar ook weer doorheen. Als het is geworden, is dit het resultaat. Terwijl de lucht een prachtige kleur begint aan te nemen, probeer ik nog gauw wat foto's te maken van deze steen hier in de voorgrond. Nog iets dichterbij staan, denk ik. Helaas pas dat stuk mooie lucht dat hierboven is, waardoor ik zo'n mooie kleur. Was net niet in deze foto, zit net even te hoog. Maar het geeft wel een prachtige gloed mee hier op de voorgrond. Dan hoop ik eigenlijk dat er nog een golf komt die ver genoeg komt om ook over deze voorste steen heen te gaan. Maar ik vrees dat inmiddels de zee wat uitgaand is. 10 minuten geleden ging dat nog goed, maar nu komt dat niet zoveel meer voor. Ik ga in ieder geval zorgen dat ik voorbereid erop ben. Ik stel hier zo scherp. Zo scherp op de voorste steen. En dan zou het best zou het goed moeten gaan. En dan wil ik die foto nemen op het moment dat het water weer uitgaat. Ik ga eerst even een testshot nemen, in ieder geval even kijken of dat nu alles goed staat. Ja, het is geen super spannende compositie. Ik heb echt wat water nodig om de compositie interessant te maken. Daar komt er één, daar komt wat. Altijd het. Ja, net niet, het is allemaal net te ver weg. Dus ik ga even één steen naar voren. Dan zou het wel goed moeten gaan. Wauw, wat een gele kleur boven me. Oké, even een klein stapje naar voren. Oké, de is nu net. Yes! Nou, net dat water dat uitging. Net op het moment dat jullie aanzetten. En dan komt er misschien weer eentje aan.
compositie helemaal nog niet helemaal onder controle. Gaan we. Ja, bijna, bijna. Nog even zoeken naar hoe die lijnen mooi weglopen. En hoe die steen dan onderdeel kan zijn. Misschien moet ik nog wel een steentje verder zelfs. Dus die steen daar zo pakken. Deze steen die hier in de voorgrond zit is net even te dominant in de compositie. Er gebeurt eigenlijk te weinig in de rest van het beeld ten opzichte van deze steen. Kijk jongens, wauw. Wat een kleuren. Even zoeken. Wat hou ik toch van mijn graduele filters. Ik heb mijn graduele filter goud erop gezet nog eventjes. Toch terug naar die compositie aan het begin. En het ziet er gelijk zoveel beter uit. De kleuren zijn echt prachtig op het moment. De compositie ben ik niet helemaal blij mee. Oh ja, daar komt het water. Maar het is denk ik het beste wat ik er op dit moment van kan maken. Ja, zoiets. Kijk, een langere slijttijd zou nog mooier zijn. Ik zit nu nog op ISO 200, dat hoeft niet. Ik kan terug naar ISO 100. En ik kan mijn F-getal nog verder dichtzetten. Mijn diafragma verder dichtzetten. En dan kom ik best aardig uit. Maar ik ben gewoon niet heel erg blij met die steen aan de linkerkant. Maar ik kan er niet zoveel mee. Ik ga nog even verder clearen. En dan krijgen jullie nu het eindresultaat te zien. Dan is het nu tijd voor mij om nog even verder te spelen. Het is echt nog heel mooi, maar ik weet nog niet of ik snel een compositie kan vinden. En daarom laat ik jullie eventjes met rust. Ik doe snel nog even klik hier. Dat zou nog wel eens de vorige foto kunnen zijn geworden. Als ik zo meteen nog een mooie foto heb, laat ik jullie hierna nog zien. In ieder geval hartelijk bedankt voor het kijken naar deze vlog. En ik hoop je volgende week weer te zien in een nieuwe vlog. Ik zie jullie dan. Aju, ik ga nog even genieten. Prachtige lucht na een hele stormige, rommelige dag. Yes! Aju.